Welkom bij deze nieuwe video. Ik heb op dit moment weer een kortingsactie de rest van de maand januari. Een basisreading van 35 voor 25 euro. Ook heb ik wat nieuws, een live reading. Kun je inplannen op mijn website. Dus via telefoon of via met videobellen. Dus interactief, je kan vragen stellen, is ook 30 minuten. Die afspraak kun je inplannen op mijn website. Als je liever andere tijden wil, is alles mogelijk. Dus stuur me dan even een mailtje. Even kijken hoor. Ja, de link naar mijn website staat in de beschrijving van deze video. Dan gaan we nu verder met de reading. Dit is de legging voor de leeuw. Heel de pijn. Wensput. Oude wonden helen. Vergeven ook. En een wens doen. De wensput. Dus doe een wens en doe dan een stap opzij, zodat het universum haar werk kan doen. Koningin van Pentakels. De beker is 9, dus daar is die wensvervulling. De koning van Staven. Dus het is iemand die in jouw leven binnenkomt. De koning van Staven. We hebben de bekers 3. Nou ja, dat kan natuurlijk duiden op een derde persoon bij een relatie. De koningin van Pentakels. We hebben de Pentakels 10. Dus dat is een vaste relatie. Een huwelijk. En de bekers 4. Aas van Pentakels. Stabiel nieuw begin. De maan. De wereld. Er is iets wat ten einde gaat komen. En iets wat er gaat beginnen. En dat kan eigenlijk alle kanten op. Wat ik sowieso zie is een driehoeksverhouding. Dus een derde persoon binnen een relatie. Dus dat is één persoon te veel. In de gangbare relaties. Ik zie een van die relaties eindigen en een andere beginnen. En dat hoeft niet te betekenen dat de vaste relatie gaat eindigen. Voor sommigen van jullie betekent dat juist die vaste relatie opnieuw gaat beginnen. Maar verborgen dingen komen naar de oppervlakte.
komen uit ook. Een doorbraak aan. En vooral een doorbraak in je eigen gevoel. Ik denk dat je, zoals je ziet op de kaarten, dat is echt het openen van je hart. Je ziet bij allebei de plaatjes eigenlijk al die stralen uit het hart komen. Dus hoe dan ook, aan welke kant je ook staat in de relatie, er komt een doorbraak aan. Dus dat wat vast zat, dat komt los en je kunt naar de toekomst gaan kijken, hoe dan ook. Dit is echt vol verwachting kijken naar die toekomst, naar die wensvervulling. De zon. En de gehangene. Dus er komt een hele mooie tijd aan eigenlijk. De toekomst gaat heel mooi zijn, heel fijn. Het toxische van die relatie, die derde persoon relatie, verdwijnt. Dat gaat weg. Er worden belangrijke beslissingen genomen. Kan een scheiding zijn. Kan ook juist een trouwerij zijn, dus het samenkomen van mensen. Maar wat ik vooral dus zie is dat het toxische, dus het, ja, dat echt dat giftige zeg maar, dat verdwijnt uit de relatie. Uit alle relaties die erbij betrokken zijn. Er komt een torenmoment, een plotselinge verandering komt eraan en dat heeft te maken met dingen die uitkomen. Dus dat zagen we net natuurlijk al eventjes. Dat komt hier weer terug. Dus er komt de dingen komen uit. En dat gaat ervoor zorgen dat dat er beweging komt. De bekers 2. Soulmate, de Pentacles 10. Dus hier ligt die vaste lange termijn relatie. Die gemanifesteerd is, die gewenst is. Waarvoor die wens is gedaan. En er ligt een stabiel nieuw begin. Belangrijke beslissingen worden gemaakt, knopen worden doorgehakt en het is mogelijk om verder te gaan voor alle betrokkenen. Er komt een hele fijne, succesvolle tijd aan. Ik denk dat het goed is als alle geheimen bovenkomen, omdat dat voor alle betrokkenen ervoor gaat zorgen dat je verder kunt. En er kunnen echt wel wat harde woorden vallen. Maar ja, het lucht op. Het klaart de lucht. Dit is de wensvervulling die er aankomt. Iets wat eindigt en iets wat begint. Iets wat vast zat, komt nu los. En die toekomst die ziet er super mooi, super positief uit. Een nieuwe benadering.
intuïtie. Vertrouw op je intuïtie. Probeer het van een andere kant te bekijken. En probeer vooral ook in je hoofd te houden dat hoe dan ook, wat er ook gaat gebeuren, die verandering is goed. Het kan niet blijven zoals het is, dus alle verandering is goed. En ja, vertrouw op je intuïtie, vertrouw op je eigen gevoel wat dit betreft. Dus een super mooie legging. Ja, heel veel succes met alles. En nou, tot de volgende keer. Okay. Dag.